Wow, je hebt de vacature gevonden waar je ontzettend blij van wordt. Wacht geen moment, solliciteren maar. We beginnen bij het begin. Je sollicitatiebrief. Net zo belangrijk als je cv natuurlijk. Maar hoe schrijf je nu die sollicitatiebrief waardoor je wordt uitgenodigd op gesprek? Ik help je op weg met het schrijven van je sollicitatiebrief met een voorbeeld, tips en tricks, de juiste opbouw en een stappenplan. Daar gaan we! In Gaan met die baan help ik jou in de zoektocht naar een nieuwe baan. Weet je niet waar je moet beginnen? Zijn salarisbesprekingen ingewikkeld? Of misschien ben je bloednerveus voor je eerste sollicitatiegesprek? Ik help je er stapsgewijs doorheen in Gaan met die baan. Voordat we beginnen, wat is een sollicitatiebrief eigenlijk? In je cv staat al heel veel, toch? Klopt. Het verschil? Op je cv geef je een samenvatting van je opleidingen, stages, diploma's en eventuele werkervaring. In je sollicitatiebrief vertel je wie je bent en waarom nou juist jij bij die functie past. Je motivatie dus. Je schrijft een sollicitatiebrief met maar één doel. Uitgenodigd worden op gesprek. Onthouden dus als je je sollicitatiebrief schrijft. En nu wat tips voor de perfecte sollicitatiebrief. Om te beginnen, maak het niet te lang. Een sollicitatiebrief is maximaal 1 A4'tje. Kort, maar krachtig. Val niet in herhaling. Een sollicitatiebrief versterkt je cv. Herhaal dus niet in je brief waar je hebt gestudeerd en wat voor baantjes je hebt gehad. Maar vul aan. Waar was je goed in bij je vorige baan? Waar wil je juist in groeien? En waarom heb je bepaalde keuzes gemaakt? Maak je brief overzichtelijk. Een recruiter scant de sollicitatiebrief eerst voordat hij hem uitgebreid leest. Dus bouw je tekst op in alinea's. Hoe je dat doet, daar vertel ik je straks meer over. Nog een tip voor de perfecte sollicitatiebrief. Hou het origineel. Gebruik dezelfde brief maar één keer. Echt doen. Een sollicitatiebrief werkt pas echt als je hem richt op de vacature en het bedrijf waar je solliciteert. En verdiep je in het bedrijf. Zijn ze er heel netjes of juist lekker relaxed? Check altijd de website van het bedrijf om daarachter te komen en lees dan de Over ons pagina. Ken je al mensen die bij het bedrijf werken? Top! Vraag vooral ook aan hen wat je kan verwachten. Spreken ze in de vacaturetekst met je of u? Dan kan je diezelfde aanspreekvorm in je brief gebruiken. Laat vervolgens zien hoe graag je die baan wilt hebben en waarom jij bij de vacature past. Jouw sollicitatiebrief sluit aan op de wensen van de werkgever. Door naar de opbouw. Een sollicitatiebrief heeft een vaste opbouw die bestaat uit 4 onderdelen. En die vul je per brief anders in. Als eerste natuurlijk de aanhef en inleiding. Met een pakkende openingszin laat je meteen weten wie je bent. Je weet wat voor sfeer hangt bij het bedrijf en kan daar dus gelijk op inspelen. Zeg je, hey, beste of geachte. Vermijd beste mevrouw. Dat is super onpersoonlijk. Zoek op aan wie je de brief moet richten. Dat lees je meestal onderaan de vacaturetekst. Is het niet duidelijk aan wie je de brief moet schrijven? Bel het bedrijf dan even op en vraag ernaar. Maak je meteen een goede indruk. Hallo met Damien. Aan wie moet ik de brief richten? Ja? Nee, ik wil bij jullie solliciteren. Ja, goede indruk. Ik weet het. Dankjewel. De openingszin van je sollicitatiebrief is meteen het moeilijkste gedeelte. En ook het belangrijkste. Een toffe vacature trekt soms wel 80 mensen die allemaal een sollicitatiebrief sturen. 80! Met een leuke, originele en opvallende openingszin sta je dus al 1-0 voor op de rest. Hoe je dat doet? Een methode die goed werkt is het vertellen van een persoonlijk verhaal. Solliciteer je bijvoorbeeld op een functie als onderhoudsmonteur. Vertel dan waarom jij ooit bent begonnen met sleutelen. Dan ga je door met waarom nou jij? De alinea die antwoord geeft op de vraag waarom ben jij de perfecte kandidaat voor de functie? Je hebt tijdens je voorbereiding het bedrijf al goed gecheckt. Chill, dan kan je dit zo invullen. Wees ook hier tactisch. Wat vinden ze belangrijk bij het bedrijf? Benoem dit en leg uit waarom dit zo goed bij je past. Staat er in de vacature bij competenties dat ze een actieve rol verwachten en iemand die initiatief neemt? Leg dan uit waarom jij hier zo geschikt voor bent. Doe dat aan de hand van je werkervaring en de verantwoordelijkheden die je daarbij had.
Zo weet iemand meteen wat voor vlees hij in de kuip heeft. Je bent er bijna. Laten we de brief dan ook goed eindigen. De afsluiting is minstens zo belangrijk als de openingszin. Zorg dat ze je onthouden en herhaal eventueel iets wat jou kenmerkt. En hou het simpel. Laat hoogachtend achterwege. Gebruik liever met vriendelijke groet. Met een leuke en luchtige afsluiting blijf je hangen bij de lezer. Succes gegarandeerd, let maar op. Dat wil je toch? En de laatste stap. Check, check, dubbelcheck. Voordat je jouw sollicitatiebrief verstuurt, check hem uiteraard nog 500 keer. Let daarbij op, is het aan de goede persoon gericht? Is het enthousiast en helder geschreven? Is het foutloos geschreven? Twijfel je ergens over, laat het dan even door iemand checken. En sla hem op als sollicitatiebrief, jouw naam en de naam van het bedrijf waar je solliciteert. En dus niet als opzet sollicitatiebrief, def, def, dubbel def, deze keer echt def, V2.6. Gewoon simpel houden. Succes! Nu kun je je perfecte sollicitatiebrief maken. Die sollicitatiebrief heb je zo gepiept nu je weet hoe je je brief opbouwt en weet hoe je je van je beste kant laat zien op 1A4'tje. De volgende stop, je cv. Blijf even hangen en ik help je daar ook mee. Hoppa, zo wordt solliciteren een makkie. Wil je nog meer sollicitatietips? Bekijk dan onze andere video's van Gaan met die Baan.